jongens en meisjes. Hartelijk welkom. Over enkele ogenblikken starten we met de Play Quack Show. Deze show duurt circa 15 minuten. Tijdens de show blijven de hekken gesloten. We wensen nu veel plezier. De show start over circa 30 seconden. Dat is zo puur nog van die lid. Die kwam ik af naar de show meteen. Ja, wat een beetje. Ja, ik zal me daar overslaan. Nu vind ik het leuker dan vroeger. Wel eerst stem die bent op C. Hey, we zullen hem afkrijgen. Wat is dat voor een lawaai? Ik zit hier te vissen hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is hij dan. Geef hem een hartelijk applaus. Kikker Bill. Van harte welkom bij de Playback Show. Bij de Playback Show. Met spanning en sensatie. Dit wordt een hele fijne Playback Show. Ja, in de Playback Show is meedoen een prestatie. Straks zal ik de kandidaten op u los gaan laten. Zij zijn enthousiast. Zij staan allemaal te dringen om een lied te zingen. Hou je dus maar vast. We gaan beginnen. Kan het niet wat zachter? Je verjaagt de vissen. Maar meneer, sorry hoor, maar we gaan beginnen met de Play Quack Show. Hé hey joh, gaat het even ergens anders doen? Spijt me vreselijk, maar de show must go on. Welkom allemaal. Leuk dat u komt kijken bij de Play Quack Show. Waar u zelf punten geeft en meebeslist wie de winnaar wordt van de gouden duinrelbokaal. Maar eerst even naar mijn waterogen kijken, want er zit helaas een valse noot in. Kijk deze. Nou, daar moet de logie er maar even naar komen kijken. Maar eerst de show. Laten we direct beginnen met onze eerste kandidaten. Hier zijn ze. Banana Kwakwa. Zo, wie van jullie drie is zo'n beetje de brutaalste? Ja. Ah, die zijn verlegen. Zo kom je niet in showbiz. Neem bijvoorbeeld aan mij. Ik ben hondbrutaal. Nou, ik ook hoor. Goed zo. Vertel eens, jullie zijn zusjes hè? Ja, ik ben Stanja. En zij is Anja. En dat is Tanja. En ze drinken zeker altijd Ranja, dames en heren. Ja, ja, lach er maar even om. Nee, is allemaal gekkigheid natuurlijk. Hé, hey, zeg eens, jullie doen Banana Rama na, hè? Die drie bloedmooie Engelse meiden. Zijn jullie daar fan van? Ja, absoluut. Onwijs gaaf. Oké, nou, wij vinden jullie ook onwijs gaaf. Laat maar eens horen wat je kan. Dames en heren, hier is Banana Kwakwa. Yeah.
terug te vissen. Hartstikke mooi hoor. Goed hoor, prima. En dan even kijken wat de jury ervan vindt. En dan denk ik de vissen eerst. Hallo vis, hallo vis. Hebben jullie de meisjes van Banana Kwakwa ook gehoord? Mag ik voor jullie de punten? Dat is mooi. Dat kan op het scorebord. Maar dan nu de punten van het publiek. De eerste rij heeft kastjes met 3 knopjes erop. Jullie kunnen 1, 2 of 3 punten geven. Maar niet allemaal meteen het allerhoogste geven, want er komt nog veel meer. Nu drukken. Ja, fijn. Allemaal gedrukt? Prachtig. Ook dat kan op het scorebord. Dan moeten we nu die punten bij elkaar optellen. Daarvoor hebben we hier mijn zoon. Kleine Billy. Hoi pa. Dag mijn jongen. Billy assisteert mij bij de puntentelling en hij is op school ook hartstikke goed in rekening. Tel het maar eens bij elkaar op, jongen. Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa, de punten zijn opgeteld. Dankjewel Billy. Tijd voor onze tweede kandidaat. En dat is iets heel bijzonders. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Playback Show een deelnemer die geen kikker is. Dames en heren, hier is Benny Bever. Ja, hallo, hallo, kikkerpil jongens en meisjes. Maar ik ben wel een bever hoor, ja, zeker wel. Hoe bedoel je? Dat zei ik toch? Nee, je zei Benny Bever. Snap je? Benny, ben wel een bever. Maar wat een grapje hoor. Ja, ja. Nou, laat dat grapjes maken maar aan mij over, Benny. Het liedje wat je gaat zingen heet Het is vrij gezellig aan het water. Ja. Ik zou zeggen, begin maar meteen. Dames en heren, hier komt hij dan. De zingende komiek, Benny Bever. Het is vrij gezellig aan het water. Er is prettig toeven aan de kant. Er is van alles te beleven. Dat lees je nooit eens in de krant. Vrij gezellig aan het water. Reet is fijn van de natuur. Je ziet ook alle soorten beesten. En het is helemaal niet duur. Een lekker rustig dagje uit. Vergeet nou eens die drukke stad. Kijk je ogen hier toch uit. In elke boom daar zit wel wat. Een Vlaamse gaai, een karkiet. Dat is toch wel wat anders dan een kooi met een parkiet. Het is vrij gezellig aan het water. Het is prettig toeven aan de kant. Er is van alles te beleven. Dat lees je nooit eens in de krant. La, 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 la. Het is hier toevallig helemaal niet gezellig aan het water. Dat liedje slaat helemaal nergens op. Dit water hier is onrustig en helemaal niet gezellig. Hallo meneer. Kijk, ik wil rustig vissen en ik krijg een lading amateurs over mij. Blerend amateur. Meneer, dat is stil zijn. Oh, ik moet stil zijn. Ik haha, wat een vertoning. En dan kan er geen eentje zingen. Ik zing ze er zo uit. Die parkiet zing ik zo uit de kooi. Nou, dan mag u dadelijk zingen, meneer. Maar eerst willen we graag even zien wat de vissersjury van Benny Bever zijn prestatie vond. Zo, dat kan op het scorebord. En dan nu het publiek. Wat geeft het publiek voor onze tweede kandidaat? Jullie kunnen nu drukken. 1, 2 of 3 punten voor Benny Bever. Heeft iedereen gedrukt? Prachtig. Dan hebben we nu kleine Billy weer nodig, want we moeten gaan optellen. Ach, daar zit hij al. Hoi pa. Hoeveel is dat samen, klein rekenwondertje van me? Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa, de punten zijn opgeteld. Nou, ik vind het knap van je hoor. Dankjewel Billy, dankjewel Benny Bever. En nu mag u zingen meneer. Vertel ons eerst eens even hoe u heet. Peter Prins. En zeg jij maar meneer Prins. En welk liedje gaat u voor ons zingen meneer Prins? Vis. Nou goed, dan zal ik u begeleiden op een waterorgel. Er zit helaas een valse noot in. Kijk deze. Nou ja, in ieder geval, dames en heren, kandidaat nummer 3, meneer Prins en Vis. Ik zit hier al
alles in begin. Moe. Ik wil alleen maar vis. En daar zit ik voor. Ik zit om te vissen. En nou zit ik voor joker. Dan ga ik vissen. En dan moeten die vissen niet. Die gaan allemaal kwijten. Nou, daar ben ik mooi klaar mee. Laat mij nou maar naar mijn dobbertje kijken. Zonder die herrie die ik hier hoor. Drums en gitaren. Ik ben benieuwd wat de vissen van dat liedje vinden. Nou ja, daar was ik al bang voor. De vissen vonden de tekst geloof ik niet zo leuk, meneer Prins. Kan me niks schelen, als ze maar bijten. Nou, misschien dat de mensenjury nog iets aan die nul kan veranderen. Ja, jullie mogen nu je punten geven voor het liedje Vis. Druk maar op een knop. En klaar. Kleine Billy. Hoi, pa. Zou jij met je knappe rekenhoofdje op je computer uit kunnen rekenen hoeveel punten meneer Prins in totaal heeft gekregen? Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa! De punten zijn opgeteld. Hartstikke bedankt, zoon. Het wordt steeds spannender. We gaan snel door naar onze laatste kandidaten. Daar zijn ze. Het zijn de jongens van Status Quack. Zo, dat nou wat. En ze beginnen al gelijk te spelen ook. Maar ja, het zijn dan ook echte rockers, hè? Enfin, het liedje wat ze voor jullie gaan spelen heet Het is altijd tijd voor rock and roll. Hier staan wij en we gaan maar door. We lopen op een body en met elke kantoor. Het is altijd tijd voor rock and roll. We hebben lange haren op ons hoofd. We hangen op gitaren en we zijn bijna dood. Het is altijd tijd voor rock and roll. We lokken kun je leren met doorzettingsvermogen. Het is niet gewoon wat heen en weer haren voor je ogen. Zeg, nou, jongen. Rock and roll, hoor. Goed gedaan, jongens. Maar wat vond de vissersjury ervan? Zo, dat staat op het scorebord. En daar hebben we Billy weer. Dag, mijn lekkere knul. Hoi, pa. Dag, mijn kikkertje. Zo, nu wordt het spannend. Nu komt het publiek. Jullie kunnen nu een 1, een 2 of een 3 indrukken voor Status Quack. Allemaal gedrukt? Goed. Billy, tel het eens eventjes op, jongen. Ik hoef die punten niet op te tellen. Daar hebben we nou een computer voor. Even wachten en tadaa! De punten zijn opgeteld. En dat betekent dat de winnaar van deze Tuinruil Play Quack Show is geworden... Banana Quackman! Fantastisch! Wat een prestatie! En dan nu nog even een liedje. Dan is nu de Play Quack Show alweer afgelopen. Mag ik alle kandidaten uitnodigen om met mij samen het afscheidlied te zingen? Ba, ba, wacht even. Status Quack is al weg. Die hebben een optreden in het Tikibad. Nou ja, dat is rock'n'roll, hè. Altijd on the road. Maar ja, alle andere...
meezingen? Ja, natuurlijk moet je meezingen. Het is nog het eind van de show, dan gaat iedereen meezingen. Oké, jongens, gezellig. Jij ook, hè? Go, daar gaan we. Het is het einde van de Playback Show. Van de Playback Show. Met spanning en sensatie. Het was een hele fijne Playback Show. Ja, in de Playback Show is meedoen een prestatie. Dit is het einde van de Playback Show. Van de Playback Show. Met spanning en sensatie. La 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 la. Zo, die zijn weg. Die zijn uitgeplekt. En nou maar hopen dat het een tijdje stil blijft. Lekkere vissen. Daag. Dames en heren, jongens en meisjes. U heeft gekeken naar de Playback Show. De Playback Show is een eigen productie van Duinruil. We hopen dat u genoten heeft van de voorstelling. En wensen u nog een prettige dag verder op Duinruil.